Ook minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken Steven McKendro spreekt zijn misnoegen uit over wat er gebeurt met betrekking tot de opvanginstellingen hier in Suriname. Volgens de bewindsman heeft Suriname afspraken gemaakt en verdragen getekend met buitenlandse organisaties, zowel landen, met betrekking tot de rechten van onze kinderen. Een van de rechten die sowieso niet geschaad mogen worden is het recht op onderwijs. Wel is een issue die is besproken met collega ministers. Is inderdaad geen goede zaak dat er steeds weer schandalen opduiken. Oppas van tehuizen enzovoorts regadeert het ministerie van Sociale Zaken. Uiteraard als zaken ons ter oren komen, zullen we het altijd bespreken met onze collega van Sociale Zaken. Omdat kinderbescherming, hoewel het misschien wettelijk is toebedeeld aan een ministerie, regadeert ieder. Niet alleen de overheid, maar ook civil society, bedrijfsleven, noem maar op. We moeten gezamenlijk optreden om ervoor te zorgen dat dit soort misstanden uitgebannen worden. Een van de zaken bijvoorbeeld waar Wel, als dat het geval is, dan druist het handelen van de leiding van het kinderhuis regelrecht tegen het verdrag, kinderrechtenverdrag, Convention on the Rights of the Child, waar ik het toch wel een heel bijzondere plek geef aan onderwijs. Voorstelt het verdrag dat er geen handelingen moeten worden gepleegd die tegen het belang van het kind zijn. En een kind onttrekken aan onderwijs, dat is nooit goed te praten. Dus als dat het geval is, dan zal het inderdaad moeten worden opgetreden om deze misstanden uit het leven te roepen.